Goedemorgen allemaal, welkom vanaf het prachtige kasteel hier in Waardenburg bij de Academie voor de Rechtspraktijk. En we gaan vandaag voor u presenteren het webinar Top 10 aanbestedingsklachten. Mijn naam is Joost Haast, ik ben advocaat bouwrecht en aanbestedingsrecht bij Sever en Huls Advocaten in Den Haag. En even om een klein beetje het perspectief te schetsen, zodat u een beetje het kader heeft van mijn inslag bij deze presentatie. Ik treed met name op voor de inschrijvende kant, voor inschrijvers op aanbestedingen. Dat doe ik met name voor inschrijvers uit de GWW-hoek, de infrahoek en de groenhoek. En dat doen wij vanuit Den Haag dus met 9 advocaten, landelijke praktijk. En wij treden ook veel op voor brancheorganisaties. Dus veel van de voorbeelden die u vandaag gaat zien, die komen uit de GWW-hoek, die komen vanuit de brancheorganisatiehoek. Maar met name dus met de bril van de inschrijver. Dus de klachten die ik u ga laten zien zijn met name de klachten van de inschrijvers. Ik heb een iPad naast me staan, daar krijg ik de vragen en opmerkingen op binnen. Ik ga proberen die gelijk te behandelen. Lukt dat niet, wees niet bevreesd. Ik zal zorgen dat je in ieder geval achteraf de vragen sowieso van een antwoord voorzien krijgt. Ik ga beginnen met nummer 10. We gaan aftellen naar beneden. Eerst even een klein beetje intro. Hoe is deze top 10 nu ontstaan? 2018 werd ik geïnterviewd door Ingrid Koenen van Cobouw over alle problemen die inschrijvers hebben op de aanbestedingsmarkt. En die zei me, Joost, een top 10 dat verkoopt heel goed. Dat is makkelijk om te presenteren in de Cobouw. Dus ik heb een top 10 gemaakt. En die heb ik eigenlijk dunnetjes overgedaan een maand of twee geleden voor Techniek Nederland en Bouwend Nederland in hun magazine, jaarlijkse magazine. Dat artikel zie je nu op het scherm. Je ziet daar ook al de top 10 staan, dus ik geef al een klein tipje van de sluier weg. Ik ga beginnen bij nummer 10. Antwoorden bij nood of een inlichting die disproportioneel zijn of die niet deugdelijk zijn. En wat ik heb gedaan, ik heb gewoon uit mijn praktijk, heb ik uit leidraden, uit bestekken, notas van inlichtingen, heb ik onderdelen uitgesneden en die heb ik in de presentatie gestopt. Te beginnen met deze. We hebben hier een RAW-bestek, een specifieke methode om werkzaamheden te beschrijven. En daar stelt een vraagsteller de volgende vraag. Kan er een aparte bestekspost worden aangemaakt voor het toepassen van een klikmelding? En een klikmelding is bedoeld om de kabels en leidingen in het werk te traceren. Het antwoord heb ik rood omcirkeld. Antwoord nee. Nou, dat is een veel voorkomend antwoord bij aanbestedingen tot grote frustratie van inschrijvers, want hier kun je helemaal niets mee. Een ander veel voorkomend antwoord heb ik ook opgenomen is, zie bestek. En dat is zo mogelijk nog frustrerender. Deze vraag die was wat mij betreft volkomen terecht van deze inschrijver. Eerst even naar het AAW, want het uitgangspunt wat mij betreft is dat de nota op de inlichtingen die moet dienen ter verduidelijking. En als we dan even teruggaan naar het antwoord op deze vraag, ja, daar zit werkelijk niets aan verduidelijking in. Je zou kunnen zeggen, deze vraagsteller had zijn vraag wat scherper kunnen stellen, want ik ga zo laten zien dat zijn vraag volkomen terecht was. Hij had kunnen verwijzen naar de bepalingen op grond waarvan er gewoon wel een bestekspost moest worden aangemaakt. Maar het antwoord, daar gaat het me even om, dat is natuurlijk weinig behulpzaam. Het moet verduidelijkend zijn, zegt het AAW, dat is het hier in dit geval niet. Want als ik kijk naar bijvoorbeeld de bestekscheck van CROE, CROE is de opsteller van de RAW-systematiek, dan staat daar in die bestekscheck dat er een aantal standaard resultaatsbeschrijvingen mogelijk zijn. Die moeten opgenomen worden en daar wordt specifiek genoemd een resultaatsbeschrijving voor de mechanische grondbewerking, dus voor de klik. Met andere woorden, CROE zelf, de opsteller van de RAW, zegt er moet een speciale resultaatsbeschrijving op worden genomen voor de klikmelding. Met andere woorden, deze vraag was volkomen terecht en het antwoord nee, dat sloeg gewoon nergens op. Gewoon even ter illustratie, dit is de catalogus van CROE en daar zie je bestekspost 01-2111. Dat is gewoon een keurige standaard resultaatsverplichting waarin staat het melden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden in de ondergrond. Dus als die vraagsteller nu even had gewezen op 01-2111, dan had dat natuurlijk wel een stuk geholpen. Maar nogmaals, het antwoord van de aanbestedende dienst nee, ja, dat is denk ik hier echt wel heel onfatsoenlijk en ook niet erg behulpzaam. Mijn advies zou in ieder geval zijn, ook als de nota van inlichting gesloten is en het antwoord dat deugt niet, reageer toch nog op de vraag. Stel wellicht een verduidelijkingsvraag. Dien zo mogelijk een klacht in, mocht het echt heel relevant zijn.
En als laatste, waarschuw voor de gevolgen. Gewoon maar even een voorbeeld geven. Een verduidelijkingsvraag, ga ik in de volgende sheet laten zien, kan van belang zijn voor het verweer dat de bestaande dienst misschien in de procedure gaat voeren, het Grossmanverweer, rechtse werking. U hebt onvoldoende proactief gehandeld, u hebt geen vragen gesteld of niet geklaagd. En het waarschuwen voor de gevolgen kan interessant zijn als je in de praktijk een uitvoering bent en je zegt, ja, ik heb hier een afwijking te pakken. Dit is een meerwerk, een bestekswijziging. Dan kun je altijd nog zeggen, ik heb na de laatste nota nog een keer gewaarschuwd dat uw antwoord niet passend was. Ik heb iets gezegd over de hoeveelheden, ik heb iets gezegd over de resultaatsverplichting. En u hebt alleen maar gezegd, zie bestek, of het antwoord is nee, of uw vraag is te laat. Maar ja, ik heb u er wel op gewezen. En dus is dit meerwerk is dan gewoon onderhandelbaar. Het voorbeeld wat ik net noemde over de verduidelijkingsvraag. Een hele recente uitspraak van de rechtbank Den Haag, 23 februari 2021... Daar heeft de aanbestedende dienst samen met de tussenkomende partij gesteld, u bent te laat met uw verweer op dit punt en ik roep Grossman, oftewel de rechtsverwerking, in. Nou, die werd sowieso aan de kant gezet omdat hier werd gezegd, ja, er is sprake van een serieuze en niet gerechtvaardigde beperking van het aantal gegadigden in strijd met wezenlijke uitgangspunten van het aanbestedingsrecht. Dat is onrechtmatig ten opzichte van alle potentiële inschrijvers en dus werd Grossman aan de kant gezet. Maar, en dat heb ik geel gearseerd in de sheet die u nu ziet, bovendien heeft de klagende partij in dit geval wel degelijk eerder en tijdig geklaagd over de proportionaliteit van deze geschiktheidseis. Volgens onweersproken stelling heeft deze klager namelijk een vraag gesteld en het tweede gedeelte met de onderstreping, naar aanleiding van het antwoord op die vraag, dat was dus blijkbaar niet bevredigend, is er nog een verduidelijkingsvraag gesteld, waarin bezwaar gemaakt is tegen het moeten overleggen van een, volgens deze klager, niet beschikbaar certificaat. En dan zegt de voorzieningrechter, ook gelet hierop heeft klager haar recht om haar bezwaren tegen het gunningscriterium in dit kort geding nog aan de orde te stellen, niet verwerkt. Dus denk eraan, als er een antwoord komt bij nota, ook al is een nota gesloten waar je niks mee kan, dan moet je daar wat mij betreft, als het echt belangrijk is, nog op reageren. Tweede voorbeeld, ook uitgesneden uit een bestek, wederom een raamovereenkomst in dit geval, gaat over verkeersmaatregelen. Wat wordt hier uitgevraagd? Het toepassen van afzettingen op dubbelbaans niet-autosnelweg. En dan ziet u geel gearseerd, keer 1. Fictieve hoeveelheid, er staat een F'je. Dus de aanbestedende dienst die vraagt hier eenmaal het toepassen van verkeersmaatregelen. Nou, dat was voor deze inschrijver een probleem. Waarom? Je kunt met deze resultaatsverplichting kun je niet zo heel veel, omdat het een raamovereenkomst is met deelopdrachten. Dus als er staat één keer verkeersmaatregelen afprijzen, maar er komen meerdere deelopdrachten, ja, dan kun je niet echt een fatsoenlijke prijs calculeren. En één keer een verkeersmaatregel is ook niet reëel, want er zullen meerdere deelopdrachten komen. Dus er is een vraag gesteld bij nota. Er hoeft maar één keer een verkeersmaatregel afgeprijsd te worden per bestekspost. Betreft die eenheid van keer dan hier per keer op- en afdraaien van de verkeersmaatregel? Terechte vraag wat mij betreft. En het antwoord zou moeten zijn, ja, dat is inderdaad juist. Maar nee, het antwoord van de aanbestedende dienst hier is, met de hoeveelheid is bedoeld per deelopdracht. En in het kadertje daaronder heb ik dus genoteerd, ja, daar kun je als inschrijver nog steeds niet zoveel mee. Je weet niet hoeveel deelopdrachten er volgen in deze raamovereenkomst. En één keer een verkeersmaatregel afprijzen is gewoon niet reëel. Een prijs voor één keer een verkeersmaatregel is een heel andere prijs dan 10 of 100 keer een verkeersmaatregel afprijzen. Hoe moet het dan wel in een nota van inlichtingen? Ook maar weer gewoon een praktijkvoorbeeld. Bestekspost uit een RAW-bestek. Ik had het al gezegd, er komen veel GWW en infravoorbeelden. Daar staat in dat de aannemer eigenaar wordt van de vrijgekomen grond. Dat is vrij gebruikelijk bij dit soort bestekken. En dan staat er, u moet rekening houden, beste inschrijver, met klasse industrie. Maar de grond moet nog bemonsterd worden na het ontgraven. Met andere woorden, u moet wel rekening houden met die klasse industrie. Maar wat voor klasse het nou daadwerkelijk is, dat weet ik nog niet. Dat moet nog bemonsterd worden. Maar wacht even, er staat in de bestekspost ook dat ik eigenaar word. En dat is wel relevant, want ik wil dan weten als inschrijver wat dan de klasse van de grond is. Want als dat viezigheid is, dan is dat heel wat duurder dan wanneer het iets is waar ik wat mee kan. Dat blijkt ook uit de resultaatsbeschrijvingen van CROW, de opsteller dus van de ROW-systematiek.
Uit hun catalogus blijkt gewoon dat je de daadwerkelijke hoedanigheid van de grond moet vermelden. Die uitsneden uit de catalogus heb ik opgenomen op deze sheet. Dus wat er in die bestekspost stond, dat was niet zoals het moet volgens de RW-systematiek. Nou, wat gebeurt er? Er wordt keurig een vraag gesteld. Kan er een stelpost opgenomen worden voor de acceptatiekosten van de grond? De kwaliteit is nog niet bepaald en daarom kunnen wij hiervoor geen prijs geven voor de aanbieding. Volkomen terechte vraag wat mij betreft. Dat hebben we net gezien aan de hand van de catalogus van CROW. Wat is daarop het antwoord bij nota? Heel netjes deze keer. We moeten niet alleen maar negatieve voorbeelden geven. Antwoord: stelpost 95.0010. Is toegevoegd om de afvoer van grond die aan de aannemer blijft af te rekenen. Bestekspost 205030 is hiermee komen te vervallen. Verrekenprijzen voor de af te voeren grond moeten op de aangeleverde bijlagen worden ingevuld. Nou, daar kun je dan wat mee als inschrijver. Nu heb je gewoon een kostenplaats voor deze grond af te voeren. Ik ga naar nummer 9, ontwerp en risico's naar de opdrachtnemer. Een rapport van McKinsey wil ik eerst aanhalen, 30 juli 2019. Rapport met name bedoeld voor de GWW en de infrasector. En wat stond daarin? Zomaar even een uitsnede opgenomen. Contracten van Rijkswaterstaat voor grote infrastructuurprojecten leggen te veel risico's bij de bouwers. Dat is de belangrijkste conclusie die McKinsey trekt in een rapport over de problemen waar de grond, weg en waterbouw, de GWW-sector, mee kampt. En je moet voorkomen, zegt McKinsey, dat te veel bouwers afhaken door het schuiven met die risico's. Nou, dan is de vraag, god, maar gebeurt dat dan wel? Hè? Dat bouwers echt daadwerkelijk effectief gaan afhaken? Nou ja, zeker. Daar zijn meer dan voldoende voorbeelden van. Ik heb een van de meest aansprekende voorbeelden heb ik even uitgesneden. Ook uit de Cobouw, 26 februari 2020. Het gaat om het project Via 15, een van de grootste infrastructurele projecten in Nederland van de afgelopen jaren. En in die uitsnede uit Cobouw staat dat de firma Van Gelder dat die voor de Via 15 inschreef boven het plafondbedrag. Wetende dus, ik ga ongeldig inschrijven. Wat zei directeur Henry van den Kamp? Ik heb de indruk dat de top van Rijkswaterstaat is doordrongen van het feit dat het echt anders moet, eerlijker. En dat ging hier met name over het feit dat er bepaalde risico's in dit werk zaten die te veel naar de inschrijvende kant werden geschoven. Dat betekent dat de prijs omhoog gaat. En Van Gelder heeft vastgesteld, overigens niet alleen Van Gelder, ook andere inschrijvers op ditzelfde werk hebben dat vastgesteld. Die hebben gezegd, ja, maar dat betekent dat als ik die risico's tot mij moet nemen, dat betekent dat mijn prijs omhoog gaat. En hier heeft Van Gelder een heel duidelijk signaal afgegeven door gewoon in te schrijven boven het plafondbedrag. Dus er wordt wel degelijk door de markt afgehaakt op een zeker moment. Een voorbeeld uit de praktijk waaruit blijkt dat risico's naar de opdrachtnemer worden geschoven. Een raamovereenkomst in dit geval, waarin we zien dat de resultaatverplichting is het snoeien van bomen en bijbehorende werkzaamheden. Maar wat staat daar dan? Het aantal stuks is 12.455 bomen in één resultaatverplichting. Er wordt dus gevraagd aan inschrijvers om voor deze post een prijs af te geven. Nou, ik ga u zeggen, dat is voor inschrijvers eigenlijk gewoon niet te doen. Want 12.455 bomen, ja, dan moet je wel meer weten. Je moet weten, wat is de hoogte van die bomen? Wat is het boombeeld? Is dat een verwaarloosde boom? Is dat een hele gezonde boom? Je moet iets weten over locaties van bomen. Je moet iets weten over bereikbaarheid van bomen. Dat staat in deze post, ik zal hem even terugnemen, daar staat helemaal niets over in. Gewoon 12.000 bomen, meer dan 12.000 bomen in één bestekspost gegoten. Er zijn ook geen categorieën gemaakt, er is geen staffeling toegepast. Eigenlijk worden gewoon alle risico's naar de opdrachtnemer toegeschoven. Want je hebt geen onderscheid tussen de verschillende bomen. En als je dan ook nog weet dat hier de laagste prijs is uitgevraagd, dan worden inschrijvers dus geprikkeld om maar met een hele lage prijs te komen. Maar als ze dadelijk in deelopdrachten alleen maar bomen met een slecht boombeeld van 12 meter hoogte in plaats van 6 meter hoogte op een hele lastige locatie moeten gaan snoeien, ja, dan heb je gewoon een financiële scheur in de broek. Dus hier worden de risico's naar de opdrachtnemer geschoven. Dat is wat mij betreft direct in strijd met de gids proportionaliteit, bijvoorbeeld voorschrift 3.9a. Daarin staat, de aanbestedende dienst allokeert het risico bij de partij die het risico het best kan beheersen of beïnvloeden. Dus je hebt als inschrijver bij dit soort bepalingen ook echt gelijk een kapstok waar je naar kan verwijzen, namelijk de gids proportionaliteit.
Deze is misschien iets moeilijker te lezen omdat het een flinke lap tekst is, maar het is voorschrift 3.3b uit de gids proportionaliteit die echt specifiek is geschreven voor de raamovereenkomst die we hier even specifiek nu bij de hand hebben. En daarin staat, het is noodzakelijk dat een reële inschatting wordt gemaakt van de omvang van de opdracht waarvoor een prijs wordt opgevraagd. De af te geven prijzen kunnen immers nadrukkelijk uiteenlopen afhankelijk van de uit te voeren hoeveelheid resultaatsverplichting. En als dat nu moeilijk is in te schatten, dan moet u maar met staffelprijzen werken. Bijvoorbeeld van 0 tot 100 vierkante meter, van 100 tot 500 vierkante meter, etc. En dat is nu exact wat hier de aanbestedendienst ook had kunnen doen. Ik heb hier bomen lastig bereikbaar, tot 50 stuks, tot 100 stuks. Ik heb hier bomen tot 6 meter, ik heb bomen tot 9 meter, bomen tot 12 meter. Die kun je dan groeperen. Ik begrijp wel dat je niet alle bomen stuk voor stuk kunt beschrijven. Dat is veel te veel, dan krijg je een vuistdik bestek. Maar je kunt wel met staffels of met categorieën werken. En dat is hier niet gedaan en dat is wat mij betreft ook weer in strijd met de gidsproportionaliteit. Nog een voorbeeld. Hier gaat het over het afgraven en zeven van grond met daarin de Japanse duizendknoop. Verschrikkelijk vervelend plantje dat woekert en dat maakt alles kapot. En ik heb omcirkeld dat hier is uitgevraagd om een prijs te geven in kubieke meters. En aan de inschrijvers werd gevraagd om de voorzorgsmaatregelen die te maken hebben met het afgraven en zeven van de grond van de Japanse duizendknoop, om die in de prijs per eenheid mee te nemen. Maar dat is ontzettend lastig als je als aanbestedende dienst vraagt om kubes. Waarom? Je moet de groeiplaats moet je ook markeren, je moet het terrein moet je voorzien van gronddoek, je moet bouwhekken aanbrengen, etc. Dat is niet af te prijzen in kubieke meters. En daarnaast was een onderdeel van de klacht dat de ondernemer van tevoren niet weet hoe vaak en op welke locaties hij moet komen. En ook de nazorg die je moet leveren bij deze Japanse duizendknoop kun je gewoon niet in kubieke meters verrekenen. Dus dit was een onjuiste vermelding in het bestek en er zijn klachten over gekomen. Uiteindelijk is deze wel weer netjes aangepast. Maar ook hier eigenlijk dus het risico wordt verschoven naar de inschrijver. Ik ga naar nummer 8. Termijnen bij gunning. Weer een uitsnede uit de koopbouw, ook redelijk recent, 9 juni 2020, met als grote kop: maandenlang wachten op een gunning, wie betaalt de schade? En er staat in dat artikel dat gunningen bij aanbestedingen op dit moment met name langer op zich laten wachten door de coronacrisis. Maar je hebt wel ingeschreven, iedereen rekent met de 20 dagen bezwaartermijn, eventueel nog een kort geding erna. Maar wat zien heel veel inschrijvers, die termijn is gewoon veel langer op het moment omdat de gunning uitblijft. En dat betekent dat de prijzen intussen ook oplopen, maar je hebt gestand gedaan voor je oorspronkelijke inschrijfsom. Uit datzelfde artikel, iemand die geïnterviewd werd, die zegt in plaats van de 20 dagen die de aanbestedingswet voorschrijft, hebben we nu 7 tot 8 weken moeten wachten. Nou heeft deze meneer het over de 20 dagen die de aanbestedingswet voorschrijft. Het probleem is, de aanbestedingswet schrijft geen termijn voor waarbinnen de aanbestedendienst moet gunnen. Sterker nog, het uitgangspunt van de aanbestedingswet en ook het AAW is dat de aanbestedendienst niet verplicht is om te gunnen. De 20 dagen waar deze meneer het over heeft, is de 20 dagen bezwaartermijn. Maar als die bezwaartermijn is verstreken, dan wil dat niet zeggen dat je daarmee vanzelf de gunning binnen hebt. Dat kan dus langer duren. Wat is nu de oplossing? Ik denk dat bij dit punt 8, termijnen bij gunning, mijn antwoord is een van de weinige onderdelen. Ja, hier is eigenlijk voor inschrijvers niet direct een oplossing voor. Waarom niet? Ik zei het net al, er is geen termijn voor definitief gunnen. En dus ben je altijd overgeleverd aan de grillen van de aanbestedende dienst. Let wel op je gestanddoeningstermijn. Want je schrijft vaak in met een gestanddoeningstermijn van 60 dagen of 90 dagen, maar net wat er wordt uitgevraagd. Maar als die gunning zo lang op zich laat wachten, dan zal de aanbestedendienst op een zeker moment moeten vragen, wilt u alstublieft de gestanddoeningstermijn verlengen? Ik heb daarvan een voorbeeld opgeschreven van vorige week, ik meen de gemeente Rotterdam. Waarom heb ik dit voorbeeld genomen? Omdat ik weet dat hier 3 inschrijvers hebben gezegd, nee, wij gaan niet onze prijs gestand doen. Ja, en daarmee heeft de aanbestedendienst mogelijk wel een probleem, want als iedereen afhaakt omdat het zo lang duurt, dan hebben ze dadelijk geen inschrijver meer over. Dus let in dit soort gevallen wel op de gestanddoeningstermijn. Ik ga naar punt 7, de tenderkostenvergoeding. Ook weer een praktijkvoorbeeld in de leidraad, artikel 3.7, een keurige paragraaf met een inschrijfvergoeding. Dat kom je niet heel veel tegen, maar hier wel, daarom heb ik hem ook gekozen.
Nog best wel een flinke vergoeding ook, 15.000 euro exclusief BTW. Maar het probleem was dat in artikel 3.8 de volgende paragraaf uit de leidraad staat: de aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om tot het moment van ondertekening van de beoogde overeenkomst de aanbesteding geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of definitief te stoppen. En in dat geval hebt u geen recht op een vergoeding. Dus die mooie worst van 15.000 euro, die wordt weggenomen op het moment dat de aanbestedende dienst zegt: ik trek de stekker eruit. En u voelt hem al aankomen. Hier heeft de aanbestedende dienst in dit specifieke geval inderdaad de stekker eruit getrokken. En al die inschrijvers die een hoop kosten hadden gemaakt met de gedachte: ik kan dadelijk 15.000 euro vangen, die visten achter het net. Mona Keizer, onze staatssecretaris, die heeft gezegd: dit kan niet. Ik ga ingrijpen. Een vergoeding bij een mislukte aanbesteding die wordt massaal ontdoken. Bijvoorbeeld aan de hand van het voorbeeld wat ik net geschetst heb. Dit bericht komt ook weer uit de COBOU, februari van vorig jaar, uit mijn hoofd gezegd. En wat is er gebeurd? Mona Keizer heeft woord gehouden. Er is een nieuw voorschrift 3.8b gekomen in de gids proportionaliteit in de versie 2020. Wat staat daarin? De aanbestedende dienst sluit niet op voorhand iedere vergoeding van inschrijfkosten uit in geval van een laattijdige intrekking van de aanbesteding. Het op voorhand in alle gevallen uitsluiten in de aanbestedingsstukken van een vergoeding van inschrijfkosten, indien de aanbesteding ingetrokken wordt, wordt geacht disproportioneel te zijn. Nou, dat is mooi, want specifiek deze bepaling, die kun je nu dus als inschrijver aanvechten op basis van de gidsproportionaliteit voorschrift 3.8b. Een andere belangrijke bepaling ten aanzien van de tenderkostenvergoeding is het al oudere voorschrift 3.8a. En daarin staat dat de aanbestedende dienst een vergoeding aanbiedt wanneer een gedeelte van de te plaatsen opdracht moet worden uitgevoerd om de inschrijving in te kunnen dienen. En dan staat er in de toelichting: wanneer het onvermijdelijk is dat de verhoudingsgewijs aanzienlijke kosten, en dan moet je denken aan een presentatie, een maquette, een berekening of anderszins, per inschrijving gemaakt moeten worden. Dan is het proportioneel, zegt dit voorschrift, om aan een inschrijving daarvoor een vergoeding te geven. Dus als je een bestek of een vraagspecificatie of anderszins een aanbesteding hebt waarin je al een hoop werkzaamheden moet verrichten om überhaupt tot een inschrijving te komen, dan heb je voorschrift 3.8a achter de hand om te zeggen: het is proportioneel om hier een tenderkostenvergoeding toe te kennen. MKB Infra, een van de brancheorganisaties die we goed kennen, die heeft daar ook een speerpunt van gemaakt. En die schrijft in haar manifest wat ze hebben opgesteld: gelet op de stijging van tenderkosten vindt MKB Infra dat het verstrekken van een tenderkostenvergoeding nadrukkelijk op de agenda van elke aanbesteding moet staan. Dus ongeacht het voorschrift in de gidsproportionaliteit, MKB Infra zegt: je moet bij iedere aanbesteding moet je nadenken over een tenderkostenvergoeding, ja of nee. En ik vind dat wel een gezonde gedachte. MKB Infra heeft goed gelobbyd, want in de handreiking tenderkostenvergoeding uit oktober 2018, een document vanuit de overheid, daar zijn ten eerste, handig voor inschrijvers, de wettelijke grondslagen nog even een keer vernoemd voor de tenderkostenvergoeding. Die heb ik net al laten zien, maar aan de hand van deze sheet hebt u even de ankers die u in stelling kunt brengen als u een tenderkostenvergoeding wil aankaarten. Maar wat zien we daar ook in terug? En daar moet ik mijn pet voor afnemen voor MKB Infra. Zij hebben een vergoedingstabel gemaakt voor verschillende aanbestedingen. Namelijk een MV-aanbesteding, tabel A. Tabel B, een UAVGC of een DC-aanbesteding. En tabel C, de best value-aanbesteding. Daar hebben ze links in de kolom de bedragen gezet, de inschrijfsommen die daar aan gekoppeld worden. En dan zeggen ze: nou, als we een bijvoorbeeld tabel A, een MV-aanbesteding hebben tussen de 1 miljoen en 2 miljoen, dan zou het proportioneel zijn om een inschrijfvergoeding van 0,4% te hanteren. En deze tabel is opgenomen in die handreiking tenderkostenvergoeding. En dus zegt de staatssecretaris: nou, dit is een voorbeeld van hoe je dat zou aan kunnen pakken. Het is geen verplichting, dat zeg ik eerlijk bij, maar het is een voorbeeld. En dus kun je als inschrijver hier naar verwijzen. Ik ga naar onderdeel nummer 6. De raming die niet geopenbaard wordt door de aanbestedende dienst, of een raming die wel geopenbaard wordt, maar die evident ondeugdelijk is. Gewoon maar een praktijkvoorbeeld, wat de laatste tijd helaas te vaak voorkomt. Een aanbestedende dienst die stelt dat alle inschrijfsommen liggen boven de raming. En dat noemt de aanbestedende dienst dan onaanvaardbare inschrijvingen. En dan?
Wat kun je dan, wat moet je dan als inschrijver? Want dit gebeurt gewoon redelijk vaak. Ik heb er toevallig gisteren weer één aan de hand gehad. Nou, eerst maar eens even kijken naar het wettelijk kader. In dit geval heb ik gekozen voor het AAW 228 lid 4. Een onaanvaardbare inschrijving, lid B, zegt dat kan zijn indien de prijs door het door de aanbestedingsdienst begrote bedrag, dat is vastgesteld en gedocumenteerd voor aanvang van de aanbestedingsprocedure, als dat bedrag overschrijdt. Dat kan gezien worden als een onaanvaardbare inschrijving. Dus de grondslag van de aanbestedingsdienst die staat wel in het AAW. Maar als we dan bijvoorbeeld kijken naar www.piano.nl, dat is een overheidswebsite, speciaal bedoeld voor alles wat te maken heeft met aanbestedingen, dan staat daar in het kader van te hoge inschrijvingen, dus het artikel 228 wat ik u net liet zien, dan staat daar, de bewijslast ligt bij de aanbestedende dienst. U moet een raming kunnen overleggen waaruit blijkt dat u zorgvuldig heeft begroot. Aha, dat opent wat mij betreft wel heel erg veel deuren voor inschrijvers. Want de mededeling, alles ligt boven budget, alles boven raming. Ja, beste aanbestedende dienst, dat is heel prima. Maar dan wil ik wel graag dat u de raming openbaart en dat u laat zien dat u zorgvuldig heeft begroot. Wordt de soep dan zo heet gegeten? Ja, wat mij betreft zeker, als je daar werk van maakt. Ik heb daar een recente uitspraak voor opgenomen in de presentatie, namelijk Rechtbank Groningen uit 2019. Daar wordt in rechtsoverweging 4.6 specifiek verwezen naar 228 lid 4. En dan staat er, in dit verband is verder van belang dat de aanbestedende dienst op verzoek van de meest gereden inschrijver gegevens omtrent het begrote bedrag zal moeten verstrekken. Zodat de inschrijver in staat is de zorgvuldigheid van die raming te toetsen. En voilà, dus wat er staat op piano.nl, dat wordt hier door de voorzieningenrechter keurig netjes in praktijk gebracht. En hier was er niets overgelegd en dus was het oordeel van de voorzieningenrechter, ja, dat had wel moeten gebeuren. Dan ga ik naar het tweede onderdeel, namelijk wat nu als die raming dan wordt geopenbaard, maar die is niet deugdelijk. Kun je daar dan wat mee als inschrijver? Jazeker, je zult wel moeten onderbouwen dat die raming dat die niet deugdelijk is, maar de voorzieningenrechter kan daar zeker wel naar kijken en ook zelfs toetsen. En ook daar heb ik een voorbeeld van, al iets ouder, maar desalniettemin heel interessant, rechtbank Breda, november 2015. Daar zei de voorzieningenrechter onder 4.12, nu naar voorlopig oordeel sprake is van een onzorgvuldige raming, mocht de gemeente de inschrijvingen niet onaanvaardbaar verklaren. Ik heb 4.11 ook opgenomen, die moeten maar eens nalezen. Daar staat gewoon precies uitgelegd waarom de voorzieningenrechter hier vond dat de aanbestedende dienst een raming heeft opgetuigd die niet deugdelijk was. Aangekaart uiteraard door de inschrijver. Maar hier werd dus gewoon gezegd door de voorzieningenrechter, u mocht deze inschrijvingen niet onaanvaardbaar verklaren. Dus je hebt wel degelijk als inschrijver wat mij betreft instrumenten om een raming 1 te laten openbaren en 2 om die aan te vallen als de raming niet deugdelijk is. En met deze ter uitspraak aan de hand hebt u ook nog een keer echte ankers. Ik heb vanochtend vroeg nog even, of gisteravond laat nog, een heel recent praktijkvoorbeeld opgenomen. Waarbij ik mij de vraag stel of hier geen misbruik wordt gemaakt van de bepalingen over het beschikbare budget. Want wat staat daar? Helaas zijn de bedragen van de ontvangen inschrijvingen hoger dan het beschikbare budget. En dan gaat de aanbesteding iets verder. Op dit moment wordt onderzocht of bepaalde uitvoeringswerkzaamheden kunnen vereenvoudigen. Om zodoende de uitvoeringskosten aanzienlijk te kunnen verlagen. Daarvoor wordt in de loop van volgende week een nota van wijzigingen gepubliceerd. Met een opgave van het beschikbare budget. Maar dan komt hij, er is dus al ingeschreven en wat zegt hier de aanbestedende dienst? Hierbij zal ook aan de inschrijvers de mogelijkheid worden gegeven voor het indienen van varianten. Het is eigenlijk, zegt de aanbestedende dienst, een verzoek om een aangepaste inschrijving op te stellen. En dat mag hier ook, zegt de aanbestedende dienst, omdat het een wezenlijke wijziging zou betreffen van het aan te besteden werk. Nou, hij loopt nog, dus ik ga hier niet te veel over zeggen, maar de kop hierboven met misbruik vraagteken, dat verklapt al een klein beetje hoe ik hierover denk. Onderdeel 5, plafondbedragen. Ook hier weer een uitsnede uit Cobouw, vrij recent, oktober 2020, met de kop gemeenten misbruiken plafondbedragen in aanbestedingen. 35.000 euro, hop, verdwenen. Wat bedoelt de kop met 35.000 euro hop verdwenen? Dat zijn in dit geval, dit specifieke geval, de inschrijfkosten die de inschrijver gemaakt heeft.
Maar die komt erachter dat hij het plafondbedrag niet halen kan en dus is die 35.000 euro hop verdwenen. Ik begin met een advies van de commissie van aanbestedingsexperts, nummer 499. Vrij algemeen wat mij betreft, helaas, wat staat daarin? Indien een aanbestedende dienst een bovengrens voor de prijs bepaalt, beveelt de commissie aan om deze in ieder geval niet te laag vast te stellen. Nou, daar kun je als inschrijver natuurlijk op wijzen. Alleen ja, dan blijft de vraag altijd, wat is nu een te laag plafondbedrag? Maar je hebt in ieder geval nu een handvat, advies 499 van de commissie. Maar nog iets recenter, namelijk januari 2021, is advies 600 van dezelfde commissie. Die zegt dat het de klager is die moet aantonen dat het plafondbedrag niet deugt. En in dit specifieke geval, geel gearceerd op de sheet, had die ondernemer onvoldoende onderbouwd dat in dit geval niet kostendekkend kon worden ingeschreven. En dus zegt de commissie, ja, jammer maar helaas, deze klacht is niet gegrond. Dus je moet als klager aantonen dat het plafondbedrag niet deugt. Moet je daar wel aan beginnen? Nou ja, als het echt van belang is, dan zou ik zeggen ja. Ik heb daar ook een heel mooi voorbeeld van opgenomen van vorig jaar. Dit is, ik mag het denk ik wel zeggen, want dit is vrij algemeen bekend, de gemeente Rotterdam geweest met het groenonderhoud. Die had 10 percelen en ieder perceel kende een plafondbedrag. Daar stond keurig netjes in, als u boven plafond inschrijft, dan leidt dat tot uitsluiting. Nou, heel de groensector stond op de achterste benen, want deze plafondbedragen waren gewoon niet te halen, waren niet realistisch. Eigenlijk de klacht was, de inschrijven of de plafondbedragen gaan uit van de bedragen van 4 jaar terug, maar is 1. Geen rekening gehouden met bijvoorbeeld indexering van prijzen, en 2. Er wordt nu veel meer gevraagd in het kader van MV, bijvoorbeeld het elektrificeren van heel het park waarmee alles onderhouden wordt. En dat kost gewoon geld, dus die bedragen moeten omhoog, die zijn absoluut niet toereikend. Nou, daar zijn eerst door de inschrijvers zelf zijn daar vragen gesteld. Bijvoorbeeld vraag 16, gewoon maar even als illustratie. Plafondbedragen, zegt deze inschrijver, zijn niet realistisch. Antwoord, plafondbedragen zijn gebaseerd op gedegen ramingen en bieden voldoende ruimte om een deel van de investeringen terug te verdienen. U moet weten dat hier bij nota, ik geloof, 13 vragen gesteld zijn over de plafondbedragen door een heleboel verschillende inschrijvers. Dus er was echt wel serieus reuring over de plafondbedragen. Nou, dat antwoord bij nota, dat hielp natuurlijk helemaal niets. Wat is er vervolgens gebeurd? In dit geval door een brancheorganisatie is er een klacht ingediend namens meerdere gegadigden, inclusief een onderbouwing, zowel qua tekst als qua cijfers, waarom dit plafondbedrag, deze plafondbedragen voor alle percelen, gewoon niet deugen. Wat gebeurde er volgens de aanleiding van die klacht? Er kwam een derde nota. Er zijn een paar kleine aanpassingen doorgevoerd voor een goedkopere uitvoering. En bravo voor de brancheorganisatie, 1,5% maar liefst aan verhoging plafondbedragen. Nou, u merkt het al, dit is cynisch, want 1,5% is gewoon een verhoging waar je niets mee kan. Dus er is na die nota direct een tweede klacht ingediend door de brancheorganisatie. Wederom met een onderbouwing, met een becijfering. En er is weer uitgelegd waarom die plafondbedragen niet deugen. Daaroverheen is er nog een brief gekomen namens het bestuur van de brancheorganisatie, waarin is gezegd, dit geeft zoveel reuring in onze branche, dit vinden wij zo belangrijk dat hier fatsoenlijke plafondbedragen komen, dat we vinden dat u echt serieus naar moet kijken, want onze klachten zijn terecht, die worden gedeeld door heel veel van onze brancheleden. Nou, dat leidde tot een tweede aanpassing. Die heb ik ook maar uitgesneden. Inschrijvingen waarvan de fictieve inschrijfsom het ramingsbedrag per perceel overschrijdt, zullen niet worden uitgesloten, tenzij de aanbesteder vaststelt dat de betreffende inschrijving onaanvaardbaar is. Een inschrijving kan in ieder geval als onaanvaardbaar worden aangemerkt als 1 of meerdere eenheidsprijzen niet realistisch zijn, zoals bedoeld onder B van de eerste alinea, of als de fictieve inschrijfsom het beschikbare budget in belangrijke mate overschrijdt. Ja, hier kun je wat mij betreft als inschrijver nog steeds niks mee. Waarom niet? 1. Er staat de aanbesteder stelt vast of een inschrijving onaanvaardbaar is. En 2. Ja, wat moet ik verstaan onder het in belangrijke mate overschrijden van het beschikbare budget? Dat zijn wederom gewoon maatstaven die liggen bij de aanbestedende dienst waar ik geen zicht op heb als inschrijver en daar kan ik dus helemaal niets mee. Resultaat, er is een derde klacht naar de aanbestedende dienst gegaan, waarin de twee argumenten die ik net aanhaalde zijn verwoord en daarnaast nog een keer uiteengezet dat de plafondbedragen gewoon niet haalbaar zijn, inclusief onderbouwing en becijfering. De aanhouder wint. Dat staat op de volgende sheet.
Dit komt uit de aangepaste beoordelingsleidraad. Daarin staat, de aanbesteder heeft in de vijfde nota kenbaar gemaakt dat in de beoordelingsleidraad opgenomen plafondbedragen worden ontdaan van de uitsluitingsgrond. Dat is mijn vorige sheet. Maar, zegt de aanbestedingsdienst, inmiddels is gebleken dat het benoemen van ramingbedragen aan de daaraan gekoppelde vermeende vrijblijvendheid, nou, volgens mij was hier helemaal niets vrijblijvend aan, vermeende vrijblijvendheid met betrekking tot het mogelijk onaanvaardbaar verklaren van inschrijving, dat heeft nog steeds geleid tot weerstand en onduidelijkheid in de markt. En dan rood omcirkeld, daar is de aanhouder die wint. De aanbesteder heeft daarom besloten de bedragen, de plafondbedragen dus, te verwijderen uit de aanbestedingsstukken. Dat was echt een overwinning voor de brancheorganisatie en voor een hele hoop inschrijvers. Want u hebt gezien, 3 klachten en een brief van de brancheorganisatie waren daarvoor nodig. Maar het is gelukt, de plafondbedragen zijn verdwenen. Dus u kunt, als het echt belangrijk is, wel degelijk daar wat aan doen. Ik heb nog 1 keer exact dezelfde sheet als bij onderwerp 9 heb ik hierna geplakt. Want ik wil nog een keer het voorbeeld maar in herinnering roepen dat Van Gelder inschreef boven het plafondbedrag. Dus het is hier niet gelukt om het plafondbedrag verhoogd te krijgen of van tafel te krijgen. Maar toen heeft Van Gelder gezegd, ik ga een ander heel duidelijk signaal geven. Ik ga wel inschrijven. Er waren, dat moet u weten, nog maar 2 inschrijvers, waarvan Van Gelder er 1 was. En Van Gelder heeft gezegd, ik schrijf in boven het plafondbedrag. Wetende dus, ik word uitgesloten. Maar dit was een heel duidelijk signaal naar Rijkswaterstaat. Waar u mee bezig bent, is niet fatsoenlijk, is niet realistisch. Ik ga naar de volgende, dat is het motiveren van de uitslag. En dan wil ik even aan mijn moderator zeggen dat ik de sheets na mijn punt 4 niet heb. Dus of ik die nog even zou kunnen krijgen. Want dit kan ik niet lezen vanaf hier, dus dan moet ik even naar links kijken. Dat komt wat minder goed over op de camera, maar ik ga mij daarmee redden, denk ik. Motiveren van de uitslag. De laagste prijs. Ik ga een onderscheid maken tussen motiveren laagste prijs en motiveren van het MV-deel. Ik heb daarvoor gekozen voor een uitspraak van de rechtbank Rotterdam van juli 2018. Wat was er aan de hand? Daar stond in de gunningsuitslag, in de brief, stond alleen maar een vermelding van de winnaar en er stond wie er hebben ingeschreven. Er was geen vermelding van de inschrijfsommen en er was geen ranking tussen de nummers 2 en verder. Dus we wisten alleen wie de winnaar was en wie de overige inschrijvers waren. Wat zei de aanbestedende dienst? Dit is voldoende. Waarom? Het gaat nou eenmaal om een aanbesteding op basis van laagste prijs. U weet wie de winnaar is. Dat is dus automatisch degene met de laagste prijs. En u weet dat u het niet bent, want u hebt minder goed gescoord qua prijs. En dat, zei de aanbestedende dienst, zou voldoende moeten zijn. Dat is wat mij betreft zeer zeker niet voldoende. Maar de rechtbank Rotterdam in een uitspraak van 2018 vond dit wel voldoende. Die heb ik opgenomen op deze 2 sheets. Maar wat mij betreft, 3 sheets, maar wat mij betreft is dit evident een foute uitspraak. Dit is ook een breuk met de vaste lijn in de rechtspraak die er was, namelijk gij zult, beste aanbestedende dienst, de prijs bekendmaken. Ik heb er 3 opgenomen, 2 al wat ouder uit 2010 en 1 uit 2018 van de rechtbank Midden-Nederland. Die van de rechtbank Midden-Nederland die heb ik even opgenomen, omdat ik die van belang acht. Omdat je hier duidelijk ziet dat gezegd wordt dat alle kenmerken van de inschrijvingen vermeld moeten worden. En een van die kenmerken is in dit geval de laagste prijs. En dus moeten die prijzen ook van de nummers 2 en verder moeten geopenbaard worden. Waarom? Zo kan een inschrijver bepalen of hij belang heeft om bezwaar te maken tegen de uitslag. Want of jij vierde bent geworden, zesde of tweede, dat maakt natuurlijk veel verschil. Dus dit is wat mij betreft de vaste lijn die ook aansluit bij de aanbestedingswet en het AAW. Laagste prijs, dan moet je de prijzen bekendmaken. De uitspraak Rotterdam was wat mij betreft dus het zwarte schaap in de wei. Ik ga naar het motiveren van de uitslag bij MV-aanbestedingen. Ik heb een willekeurig voorbeeld opgenomen. Ik hoop dat het bij u op het scherm goed te zien is. Dit is uit de beveiligingsbranche, zeg ik uit mijn hoofd. En dan zien we in de tabel zien we de inschrijfbedragen en we zien de scores op de MV-onderdelen, dus de kwaliteitsonderdelen. En meer stond daar niet in. De rechtbank Utrecht zegt,
ja, dit is onvoldoende. Dit is overigens niet de uitspraak die hoort bij deze tabel, maar was hetzelfde aan de hand. Daar was ook alleen een tabel gegeven met de scores qua prijs en de scores op de kwaliteitsonderdelen, zonder dat de relatieve kenmerken van de winnend inschrijver vermeld waren. En daarvan zei de rechtbank Utrecht in een uitspraak vrij recent, 3 juli 2020, dit is niet voldoende. Ik moet er wel op wijzen dat nog geen 2 weken later bij dezelfde rechtbank Utrecht geoordeeld werd. Nou ja, die tabel, dat kan onder omstandigheden wel voldoende zijn. Omdat je uit die tabel kunt afleiden waarom de winnend inschrijver hier beter gescoord heeft. Dus er is een beetje nog een wiebelende lijn in die rechtspraak. Maar ik denk dat je op basis van deze uitspraak in ieder geval kunt aankloppen bij de aanbestedende dienst om te zeggen, u moet mij in ieder geval wat meer duidelijkheid geven hoe het kan dat die winnend inschrijver beter gescoord heeft dan dat ik dat heb gedaan. Een volgende voorbeeld, ook weer een MV-aanbesteding, maar hier ging het niet om de kwalitatieve onderdelen, maar hier ging het om de inschrijfsommen die bij een MV-aanbesteding niet bekend werden gemaakt. Ik verwijs in dat kader naar advies 551 van de Commissie van Aanbestedingsexperts, vrij recent ook, oktober 2019... Want wat heeft de commissie daar gezegd? Eigenlijk in lijn met wat ik net ook al heb gezegd bij de laagste prijs. Je moet kenbaar maken de prijzen van niet alleen de winnend inschrijver, maar ook van de overige inschrijvers. Omdat je daarmee voldoet aan de vereisten voor de motivering van de gunningsbeslissing. Dus ook als het gaat om MV waar de laagste prijs niet bekend, of waar de prijzen beter gezegd niet bekend worden gemaakt, dan heb je als inschrijver de mogelijkheid om daar wat van te vinden op basis van bijvoorbeeld advies 551 van de Commissie van Aanbestedingsexperts. De klacht werd in dit geval dus ook gewoon gegrond verklaard. Disproportionele eisen, nummer 3 uit mijn lijst. Ik moet eerlijk zeggen, die lijst is natuurlijk wat arbitrair. Ik heb gewoon naar onze praktijk op kantoor gekeken en daar hebben we een lijstje van gemaakt. Maar als ik nu in retroperspectief terugkijk, dan zeg ik, misschien had onderdeel 3, de disproportionele eisen, had misschien wel beter op nummer 1 kunnen staan. Omdat we eigenlijk zien dat we dit toch wel het meeste tegenkomen in de praktijk. Pardon, gewoon maar een voorbeeld wederom uit een leidraad. Hier wordt een omzeteis gesteld, in dit geval minimaal 9 miljoen per jaar. Nou, we gaan makkelijk beginnen met de disproportionele eisen. Want wat is het wettelijk uitgangspunt? Bijvoorbeeld de aanbestedingswet, artikel 92. Eisen hebben geen betrekking op de hoogte van de totale omzet. Met andere woorden, dit is in beginsel gewoon in strijd met de aanbestedingswet. Ik verwijs ook naar de gids proportionaliteit, ook gewoon keurig netjes uitgesneden. Daarin staat het uitgangspunt volgens de wet is dat in beginsel geen omzeteis wordt gesteld. En als u dat wel doet, dan moet u 1. Zwaarwegende argumenten hebben en 2. Dat moet in de aanbestedingsstukken onderbouwd worden. Nou, even terug naar de bepaling, dat was hier niet zo. Er staat gewoon, we hebben een omzeteis van 9 miljoen euro. Dat is dus in strijd met de aanbestedingswet en dat is in strijd met de gidsproportionaliteit. Dat als u afwijkt van de aanbestedingswet, dan moet u zwaarwegend argument hebben en dat onderbouwen. Maar als u zwaarwegend argument hebt, beste aanbestedendienst, en als u dat onderbouwt in uw aanbestedingsstukken, dan hebt u ook nog rekening te houden met de glijdende schaal, zoals we dat noemen, die geldt bij omzeteisen. Deze glijdende schaal komt ook uit de gidsproportionaliteit. En die geeft een balk aan van 0% tot 300%. In de toelichting staat, je moet per aanbesteding kijken of dit nou een moeilijk werk is, een makkelijk werk, wat de omstandigheden zijn. En daaraan moet je gaan afmeten op welk percentage van deze balk je terechtkomt. Dus als je al met een omzeteis werkt, dan moet je kijken naar deze balk. En dan zie je het groene deel, dus waar je eigenlijk proportioneel dan zou kunnen zitten, loopt tot 100%. En als ik even terugga naar deze omzeteis, de inschrijfsom even uit mijn hoofd was rond de 2,8 3 miljoen, met een omzeteis van 9 miljoen. Dus waar zit deze aanbestedende dienst in deze balk? Ja, ver in het rode gedeelte. Dus daar heb je een extra argument als inschrijver om te zeggen, goh, deze omzeteis is echt wel disproportioneel. Even een vraag tussendoor van Esther Dubach. Worden de sheets in afloop gedeeld? Ja, de sheets worden gedeeld. Ik heb ze nu niet voor me. Ik heb wat moeite om op die lange afstand het scherm te zien. Maar de sheets worden gedeeld. Volgende voorbeeld van een disproportionele eis.
En die is echt wat lastig leefbaar voor mij, maar ik ga mijn best doen. In afwijking op hoofdstuk 10 van de UAV 2012. En hoofdstuk 10 UAV 2012 gaat over meer minder werk. Even kijken hoor. Behoudt de gemeente Emmen zich het recht voor om... Nou, waar het om gaat is dat in deze bepaling staat dat de gemeente Emmen zegt, in afwijking van hoofdstuk 10 van de UAV, kunnen wij bepalen dat we meer minderwerk opdragen zonder dat daar een financiële verrekening tegenover staat. Nou, dat is ten eerste denk ik heel onfatsoenlijk. Maar ten tweede is dit ook gewoon in strijd met de gidsproportionaliteit. In dit geval voorschrift 3.9c. Daarin staat, als er algemene voorwaarden zijn die paritair zijn vastgesteld, dus dat wil zeggen tussen alle marktpartijen, opdrachtgevers, aannemers, ingenieursbureaus tezamen, dan past u als aanbestedende dienst in beginsel die algemene voorwaarden, in dit geval de UAV, past u integraal toe. En als je afwijkt, beste aanbestedende dienst, van die paritaire voorwaarden, ja, dan heb je dat te doen met deugdelijk gemotiveerde argumenten en dat moet u doen in de aanbestedingsstukken. En daarvan was hier ook geen sprake, want hier stond gewoon, wij gaan afwijken van de UAV en we gaan ons onfatsoenlijk gedragen door meer en minder werk niet te verrekenen. Dat kan niet, dat mag niet en als inschrijver kun je dan verwijzen naar voorschrift 3.9c van de gids proportionaliteit. Volgende voorbeeld, ook gewoon weer uit een leidraad gesneden. De aannemer dient 80% van de werkzaamheden in eigen beheer uit te voeren. Meer dan 20% onder aanbesteding is niet toegestaan. Nou, in dit specifieke geval hadden daar heel veel inschrijvers moeite mee, omdat er wat lastige werkzaamheden in zaten die ze niet zelf in huis hadden. En die zeiden, goh, wij kunnen toch een beroep doen op derden, dat heb ik altijd geleerd. Ja, dat klopt, deze eis is disproportioneel. Waarom? Bijvoorbeeld artikel 294 aanbestedingswet, je kunt je en je mag je beroepen op de bekwaamheid van derden. Dat staat gewoon in de aanbestedingswet. Dat is ook vaste rechtspraak. Ik heb er één uitgesneden die al heel ver teruggaat, Hof den Bosch 2006. Maar dit is nog steeds de geldende lijn, ook op basis van de Europese aanbestedingsreglementen. Je kan en mag beroep doen op een derde en dat wordt ook verwezen naar Siemens Österreich, een hele bekende Europese uitspraak. Dus gewoon een disproportionele eis waar je dus wat aan kan doen als inschrijver. Deze eis is overigens ook verlaten nadat daar een klacht over is ingediend. Volgende disproportionele eis wat mij betreft. Selectiecriteria, dus we hebben een aanbesteding met voorselectie. Daarin kon je punten scoren en daar werd gezegd, onder 1c, geel gearceerd, een stad met een inwonersaantal van meer dan 300.000 inwoners, daar krijg je in de voorselectie 5 punten voor. Dus daar scoor je heel goed mee en heb je veel meer kans dat je doorgaat in de selectie. Ja, zeiden inschrijvers, maar wacht even, een stad met meer dan 300.000 inwoners, ja, dat zijn er niet zo heel veel. Dat heb ik maar even opgezocht. Dat blijkt alleen te zijn Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Met andere woorden, de partijen, en dan met name zijn dat vaak de grote partijen die in deze grote steden deze specifieke werkzaamheden uitvoerden, die hadden natuurlijk wel 1, misschien 2 of misschien zelfs wel 3 streepjes voor. Want die konden voldoen aan deze bepaling, die konden punten scoren, beter gezegd, hoge punten scoren, terwijl een kleine MKB-ondernemer die misschien deze werkzaamheden prima kan uitvoeren, maar dat heeft gedaan in kleinere steden, die stond eigenlijk met lege handen. Dus dit is ook disproportioneel. Ik ga naar onderdeel 2. We komen bijna bij de nummer 1. We gaan naar prijsduiken, -abnormaal lage prijs. Komen we steeds vaker tegen helaas op het moment. Dat heeft waarschijnlijk te maken met corona. Vooral aanbesteding op laagste prijs is prijsduiken op dit moment heel erg veel aan de orde. Ik heb een voorbeeld uitgesneden die geleid heeft tot een procedure, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep. Wat zien we hier? We zien de uitslagtabel met 4 inschrijvers. De nummer 1 zit op 1,3 miljoen en een beetje en de opvolgende inschrijvers zitten op 2,4 miljoen en hoger zelfs tot boven 3 miljoen. Dus daar zit een absurd groot gat tussen inschrijver nummer 1 en inschrijver nummer 2. En inschrijver nummer 2 zei, dit kan absoluut niet. Wij hebben heel scherp gecalculeerd, we wilden het werk heel graag hebben. 2,4 miljoen is eigenlijk gewoon al net wat onder kostprijs. Dus het kan niet, het bestaat niet dat nummer 1 voor 1,3 miljoen dit werk kan realiseren. Dat kan eens te meer niet, omdat er in de leidraad allerlei bepalingen stonden waaraan je moest houden met je inschrijfprijzen, met je prijzen per eenheid.
Ze moesten realistisch zijn, geen manipulatief biedgedrag. En dat betekent dat je waarheidsgetrouwe opgave van realistische prijzen moest doen. Nou, zeide nummer 2, hartstikke mooi, daar kan deze inschrijver nooit of te nimmer aan voldoen. Dus start maar een kort geding. Ik heb gezegd, ik begrijp wat je zegt, alleen dit blijft wel een hele lastige exercitie. Want die nummer 1, die zal tussenkomen en die zal heel hard gaan roepen dat hij het wel voor die prijs kan. Ja, wat gaat zo'n voorzieningrechter daar nou mee doen? Ik verwacht daar eerlijk gezegd niet heel veel van. En helaas, mijn voorgevoel was juist. Dat voorgevoel is natuurlijk wel gebaseerd op de lijn in de rechtspraak. Want de rechtbank Den Haag, april 2016, heeft gezegd, nou, ik heb hier een tussenkomende partij die beweert dat hij het voor die prijs prima maken kan. Die heeft er allerlei argumenten voor aangedragen, namelijk dat hij kostenefficiënt kan werken, dat hij jarenlange ervaring heeft met dit werk, dat zijn werknemers vlakbij wonen, dat hij tweedehands machines gebruikt, dat hij zijn onderhoud zelf doet. Nou ja, en als hij dan roept dat hij dan op basis van die argumenten het werk gewoon maken kan, ja, nou, dan zie ik geen aanleiding om dit tegen te houden. Argumenten die we gevoerd hebben, ja, maar wij hebben als aannemer ook tweedehands machines, wij doen ook het onderhoud zelf, wij werken ook al in die regio, wij kennen de regio, onze mensen wonen in die regio, hebben allemaal niet geholpen. Ook niet de calculatie van een onafhankelijke derde die met 25 jaar ervaring een calculatie gemaakt heeft en zei alleen al op basis van de inzet van mensen kost dit werk 1,7, 1,8 miljoen en dan moeten alle overige kosten er nog bij, was allemaal niet aan de voorzieningrechter besteed. Die heeft gewoon gezegd, ik vind het prima, het werk gaat naar de nummer 1. Ik kom bij de abnormaal lage prijs, want dat wordt dan ook vaak geroepen door inschrijvers. Deze prijs, bijvoorbeeld in dit overzicht, die vind ik abnormaal laag. Daar kan ik helemaal niets mee. Probleem met abnormaal laag, die ga ik even tevoorschijn halen. 1, dat is een discretionaire toets, zeggen ze dan, van de aanbestedende dienst. Dat wil zeggen, alleen de aanbestedende dienst kan hier een beroep op doen. Andere inschrijvers kunnen daar geen beroep op doen. Dus je kunt als inschrijver wel zeggen, hij is abnormaal laag. Maar dat gaat bij een voorzieningrechter nooit tot een positief vonnis leiden. Je wordt gelijk getackled door deze argumenten. Ik heb daar een voorbeeld van opgenomen. Rechtbank Amsterdam 2018, waarin geel gearseerd heel keurig uiteen wordt gezet. Dat inderdaad deze argumenten nooit tot een goed resultaat gaan leiden. Kijk, ik krijg ondertussen, dankjewel beste moderator, voor de sheets, waardoor ik niet meer iedere keer naar links hoef te kijken. De beslissing om een inschrijving met een abnormaal lage prijs te passeren betreft voorts een discretionaire bevoegdheid van de aanbestedende dienst. Om die reden kunnen andere inschrijvers geen beroep doen op de bepalingen met betrekking tot abnormaal lage inschrijvingen. Dus je kunt het wel noemen bij de aanbestedende dienst. Goh, wilt u eens heel goed kijken naar die inschrijfsom, want die deugt niet. Maar als de aanbestedende dienst zegt, volgens ons deugt die wel, dan ben je klaar. Je kunt niet op basis van het leerstuk abnormaal lage inschrijving daar een punt van maken. Dan de volgende sheet. Wat nu als de aanbestedende dienst tegen jou als voorlopig winnaar zegt, ja, wij vermoeden dat je abnormaal laag hebt ingeschreven. Kun je dan zomaar gepasseerd worden? Het antwoord daarop is nee, dat gaat niet. Dat blijkt bijvoorbeeld uit uitgesneden in de sheet 234.1 uit het AOW. Wat staat daar? Als een inschrijving abnormaal laag lijkt, dan verzoekt de aanbesteder schriftelijk om een toelichting op de prijs of de kosten. En de aanbesteder onderzoekt in overleg met de inschrijver de verstrekte informatie. En deze bepaling is nu juist, denk ik, een van de redenen waarom aanbestedende diensten toch niet heel erg happig zijn om zomaar een prijs als abnormaal laag te bestempelen. Want er moet eerst toelichting worden gevraagd en er moet onderzoek worden gedaan. En als in dat onderzoek nu die inschrijver heel hard betoogt met onderbouwing dat hij het voor die prijs maken kan, ja, dan loop je als aanbestedende dienst een risico als je die inschrijver uitsluit. Ik heb daarvoor 2 uitspraken opgenomen als het goed is. 1 van de rechtbank Den Haag uit 2014, waaruit echt duidelijk blijkt dat het moet gaan om een contradictoir debat, zoals dat noemen. Dus echt een debat op tegenspraak. Je moet om toelichting vragen, de inschrijver mag die toelichting geven en vervolgens ga je in overleg om te kijken of die toelichting wel deugt. Het grappige bij deze uitspraak was, die inschrijver was oorspronkelijk ongeldig verklaard. Aanbestedende dienst zei, u bent abnormaal laag. Een inschrijver is een kort geding gestart, heeft gewonnen. Er moest eerst een contradictoir debat worden gevoerd. En op basis van dat debat heeft de aanbestedende gezegd, goh, inderdaad, wij zijn ervan overtuigd dat u het voor uw inschrijfsom maken kan. Dus als je daarmee wordt geconfronteerd als inschrijver met het vermoeden van abnormaal laag zijn, dan mag je een toelichting geven en mag je op contradictoir debat komen. Waarom is dat debat bedoeld?
Rechtbank Utrecht, juli 2019, dat debat is bedoeld, rood onderstreept, zodat de inschrijver echt kan bewijzen dat zijn inschrijving serieus is. Meneer de aanbestedende dienst, u denkt misschien dat mijn inschrijfsom laag is, maar ik heb een hele innovatieve uitvoeringsmethode, ik heb hele goede mensen in dienst, dus ik kan het voor die prijs echt wel maken. Dat mag je dus bewijzen als inschrijver. We hebben nog 5 minuten en dat komt goed uit, want ik ben bij mijn laatste punt, namelijk punt 1, de prijs die veelal bepalend is. Uitgangspunt, ook volgens de aanbestedingswet, is dat je hanteert als gunningscriterium beste prijs-kwaliteit. Ik heb die bepaling opgenomen in de sheets, daar kunt u dat zien. En als je die goed leest, dan staat daar dat je moet gunnen in beginsel op basis van beste prijs-kwaliteit. Lid 4 zegt, je kan wel afwijken van gunnen op basis van beste prijs-kwaliteit. In veel gevallen wordt dan gekozen voor de laagste prijs, maar dan moet u dat wel motiveren, beste aanbestedingsdienst. Dat is dus het uitgangspunt. Nou, dan heb ik een praktijkvoorbeeld opgenomen. Dit was een aanbesteding met voorselectie. En toen kwam er in de leidraad te staan, ja, na die selectie hebben wij nadere gunningscriteria. Dus eigenlijk een tweede slag met gunningscriteria. De aanbesteder heeft ervoor gekozen om de inschrijvingsprocedure te starten met een nadere selectie. Het doel van die nadere selectie is om uit de 5 partijen die al geselecteerd zijn, om daar nog eens een keer 3 partijen van over te laten. Dus er vallen er 2 af die het beste het onderdeel kwaliteit aanbieden. Na die nadere selectie zal de inschrijver de prijs moeten aanbieden en die zal worden beoordeeld. Ik moet de sheets doorklikken, zie ik. Prijs veel al bepaald. Goeie tip, beste moderator. Praktijkvoorbeeld. Is dit het goede praktijkvoorbeeld? Even kijken. Ja. Dus wat hier eigenlijk aan de hand is, en dat is ook de klacht die is ingediend, dat er een selectie had plaatsgevonden. Er bleven 5 partijen over. En vervolgens komt er nog een selectieronde waarbij er 3 partijen overblijven. En daarna wordt er alleen nog geconcurreerd op basis van prijs. Met andere woorden, beste aanbestedende dienst, u zegt wel dat u een gunningscriterium hebt op basis van beste prijskwaliteit. Maar dat is niet zo, want de 3 partijen die overblijven, die moeten gewoon concurreren op basis van prijs. En dat kan niet, dat mag niet. Nou, positief voorbeeld, want deze klacht is gehonoreerd. U ziet onderin dat die bepaling die we hebben aangevallen, die is volledig doorgestreept. En die is aangepast door het bovenste deel, namelijk de gunningsmethodiek zal bestaan uit de volgende kenmerken. Prijs zal voor 40% meewegen en kwaliteit voor 60%. Nou, dat is plezier. Dit is hoe het hoort wat mij betreft. Als laatste voorbeeld een advies van de commissie van aanbestedingsexperts. Advies nummer 33. Een wat vreemd advies wat mij betreft, maar ik wil hem zeker niet onbenoemd laten. Hier was de klacht. Ja, als ik kijk naar het percentage kwaliteit dat resteert bij deze aanbesteding, dan zal dat kleiner zijn dan 10%. En dus zei deze inschrijver bij de commissie, ja, als het kleiner is dan 10%, dan bent u eigenlijk verkapt aan het gunnen op basis van laagste prijs in plaats van op basis van prijskwaliteit. En daarvan heeft de commissie gezegd, ja, inderdaad, dat vinden wij ook. Dit is eigenlijk gewoon verkapt gunnen op basis van laagste prijs, omdat het zo'n kleine waarde heeft, die kwaliteit. En verdraaid. Vervolgens komt deze kwestie bij de rechtbank Utrecht in 2014. En de rechtbank Utrecht heeft gezegd, de leden van de commissie hebben geoordeeld dat in het onderhavige geval de waardering van de kwalitatieve aspecten van de inschrijvingen naast het aspect prijs geen significante invloed hebben. En dus heeft de commissie geoordeeld dat materieel sprake is van hantering van gunningscriterium laagste prijs. Gezien de deskundige onderbouwing van het advies van de commissie moet worden geoordeeld dat in dit geval die grens is overschreden. De conclusie is dan ook dat aangenomen moet worden dat de gemeente door de wijze van uitwerking van dit subcriterium feitelijk heeft gekozen voor de laagste prijs. Dus de voorzieningrechter volgt hier het oordeel van de commissie. Nou vind ik dat in de basis heel goed dat de commissie gevolgd wordt, want die zijn wat strenger over het algemeen dan voorzieningrechters. Alleen op deze uitspraak is wel veel kritiek gekomen, want ja, er zit wel een component kwaliteit in. En ja, die is dan misschien minder dan 10%. Maar er zit een component kwaliteit in en dus kun je best wel zeggen dat er sprake is van beste prijs-kwaliteit. Dat was mijn laatste voorbeeld. Zijn er wellicht vragen op dit moment?
Mochten er nu geen vragen zijn, maar achteraf of als u deze webinar nakijkt op een ander tijdstip. Mijn contactgegevens staan op deze sheet en als u vragen hebt over deze presentatie, mail ze mij, bel me en ik zal zorgen dat u antwoord krijgt, een onderbouwd antwoord krijgt op uw vragen. Als er op dit moment in ieder geval via de live chat geen vragen zijn, dan is het 11 uur en dan zou ik u willen bedanken voor uw aandacht en dan wil ik graag deze webinar afsluiten. Bedankt.